één goedemorgen, dames en heren. Het is weer maandag, dus we gaan weer lekker trainen. Ik heb als ontbijtje, heb ik Griekse yoghurt en twee eitjes en een vitaminepil en een kopje thee. Twee eindjes in een beetje Bulgaarse yoghurt, of tenminste Griekse yoghurt. Met havervlokken en kaneel. En die zit een beetje te pruimen. Ja, en dat zeg ik al, het is weer maandag, dus we gaan er weer volop tegenin. En vanavond hoef ik niet te tjatjien, naar de tjatjie toe. Dus ik kan helemaal voluit gaan. Ik ga vandaag weer mijn borst en mijn biceps en mijn triceps doen. En de buikspieroefening. Dus ik hoop dat Wim er ook is. En ik kan helemaal lekker trainen met z'n tweeën. Ik heb alleen nog spierpijn van de 10 kilometer Antwerpen met die kinderhoofdjes. Ik vind het verschrikkelijk om daarop te lopen. Zeg. Maar ja. Ik wens u een nice water. Goedemiddag. Ik ben weer terug van training. Ik heb weer. Ik heb nu weer 80 sit-ups gedaan. Mijn rug en mijn nek getraind. Mijn biceps en mijn triceps. Ja, je leert nog wat woordjes. Hè? Ja, wat heb ik als lunch? Ik heb twee crackers. Ik heb twee crackertjes met kazelriep. Met ik weet even niet hoe het heet. Het zijn die die anders in de nasi doet met het sausje van gisteren, dus ik zal wel weer maar een verdoofde mond hebben. En ik heb een heet in de pens. Die heb ik ook nog voor te herstellen. Ik weet niet of ik vanmiddag ga fietsen, want toen ik terugkwam, terugreed, toen had ik alweer motregen op dinges. En, dat vind ik niet zo fijn. Ik denk dat het fietsseizoen een beetje over is nou. Er zal ook weer een harde wind. Maar ja, ik denk dat ik een klein rondje ga doen. En ik neem hem niet mee, want ik heb geen zin om mijn cameraatje te gaan verpesten. Dus ik zie u later. Het zal misschien een saai filmpje worden, maar dat los ik wel. Oké, ik wens u een hele prettige dag verder. Zo, goedenavond. We zijn weer bij het item gekomen. Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond geroerbakte champignons of paddenstoelen met chao chi. Oftewel, dat is het Chinees voor pak soi. Eigenlijk heb je die kleine pak soi'tjes nodig, die Shanghai, maar die had ik niet. Ik ben een beetje mijn ijskast aan het leegmaken. Dus. Wat hebben we nodig? Champignons hebben we nodig. Champignons. Pak soi. Een rode ui. Chili saus. Ik heb Chinese chili saus. Die is wat iets pittiger. En ik heb sojasaus. Dat is het enige wat erin komt. En kipblokjes. Die zitten nog in de ijskast en die moet ik nog even pakken. Het is heel simpel.
scheutje Aldi. Dan roeren we, bakken we de kipblokjes. De champignons gaan in plakjes. De pak soi gaat in reepjes. En ja, dat is het bijna. Dan maken we nog een sausje met de sojasaus, de chili saus. En dat gaat er overheen. Als roerbaksausje. Dus. Ik zie u zo meteen aan tafel. En zo, een goede avond. Nou, daar zijn we dan weer. Wat heb ik gedaan vandaag? Ik heb getraind. Ik heb gefietst. Ik heb nog 15 kilometer gefietst. Maar het was wel weer een beetje nat. Doe dat lekkere weer in Nederland. Maar ja, mag niet uit. Woensdag heb ik een interview met de kledingbank, met Marije Heine. Dus bereid u zich maar vast op. Wat is de kledingbank? De kledingbank is voor mensen die weinig geld hebben, kunnen daar gratis kleding halen. Net zoiets als de voedselbank. Maar je moet wel bij de voedselbank ingeschreven staan, anders kun je niet naar de kledingbank. Wat een gedoe allemaal in Nederland, hè? Meneer Samson, meneer Asscher, hè? En die van economische zaken. Goed gewerkt door jongens. Maar ja, we gaan weer over de PvdA. Iemand zei laatst van, jouw levensovertuiging of tenminste is om de PvdA kapot te maken. Nee hoor, ik verhef het tot kunstwerk. Nou, wat heb ik vanavond als kunstwerk? Ik heb rijst met roerig gebakken champignons en shashi, oftewel in het Chinees pak soi. Ik ga er helemaal van slissen. Wat zit erin? Kijk, wat zit erin? Er zitten kippenblokjes in, er zit pak soi in, er zitten champignons in. Daarover is een sausje met chili saus. Ja, ik heb de Chinese, die is een beetje spicy. En Chinese sojasaus. Die is niet pittig, wel wat zoeter. Dus het is een zoet sausje eroverheen. En dan met rijst, dat is het. Wat ga ik vanavond doen? Nou, vanavond ga ik naar Kick Ace kijken. Dat is wel iets voor mij, Kick Ace. Ik slis helemaal de laatste tijd, ik weet niet hoe het komt. Maar misschien door het gebiedje. Vandaag weer nieuwe buikspieren oefeningen gedaan. Ja, ik zat nu op 70 sit-ups vandaag. Dus, en ik was aan het tellen, maar ja, dat mag ik niet. Als hij erbij, die personal trainer van mij, als die erbij staat, dan mag ik dus niet tellen en dat moet ik doen. Dan moet ik maar op mijn buikspiertjes letten. Maar ja, ik heb nog steeds een klein beetje last van de kinderhoofdjes in Anderlecht, of Antwerpen. Want, ja. Maar ja, ik heb het er een beetje uitgelopen. Ik heb 30 minuten gelopen op 5% helling. En met een snelheid van 5,5. Dus dat is aardig wat. Dus dan span je ook goed je beenspieren aan. En daarna heb ik nog eens een keertje. Daarna heb ik al mijn nek en mijn schouders gedaan. Ik ben dus dit gedeelte heb ik gedaan. Ja, automatisch gaan dan je biceps en je triceps, die gaan mee. Dus dan ga ik morgen ga ik dus
tot aan het middel aan het doen. En dan ga ik donderdag en vrijdag aan de onderkant, dus de beentjes. Dus ik vermaak me wel. En ik. Ja, dus dat ga ik vanavond doen. Ik ga naar Kik eens kijken. En niet naar de wereld draait door. Draaiden ze maar een keertje door. Maar ja, dat was vrijdag al. Oh, maar ja, ik wens u een prettige avond.